Deelnemers startvrij. Startvrij, dames en heren. VABC Proces Optimalisatieprijs. Wij danken de naamgever voor sponsoring van deze koers. De paarden rijden aan. 3100, 3125 en 3150 meter. Een vondkoers dus. De paarden komen dan de baan op. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart. Yokohama die maakte een huppeltje, maar staat weer op de benen. En het is Desi Vakamstra die de leiding moet afgeven aan Axel Cartouche. Axel Cartouche, een korte baner, maar... Uitgeschakeld nummer 9, galop nummer 9. Zo gaan de paarden dan de bocht in. Nummer 9 is uitgeschakeld. Axel Cartouche, een korte baner, maar schuwt ook het steerswerk niet. Zo mogen duidelijk zijn. Heeft een lengtevoorsprong bij het uitkomen van de koelboxbocht. Op de tweede plaats Desi Vakamstra. Yokohama Esti ligt dan in derde positie. De vierde plaats daarachter voor nummer 5 Warrior Victory. En schuin daarnaast volgt Zazu Enzelens. Daarachter is het dan de bolletjestrui van Bas Kreba, Sioleta D. En aan de start van het veld hebben we dan Toeperin en QB Baldwin. Zo komen de paarden voor de eerste maal einde overzijde. Gaan de manegebocht voor de eerste keer opzoeken. Situatie in het front ongewijzigd. Axel Cartouche aan de leiding. Axel Cartouche is de leider. Naar de tweede plaats schuift door Warrior Victory. Maar aan de buitenzijde neemt hij Desi Vakamstra die tweede plaats weer over voor Warrior Victory. En op de vierde plaats daarachter Yokohama S. In vijfde positie volgt dan Zazu Enzelens. In zesde stelling volgt Zioleta D. En zo zijn we weer in de rechte lijn voor de tribune. Op de zevende plaats is het Toeperin en achtste is QB Baldwin. Paarden in de rechte lijn voor de tribune. Langs de manege komen ze weer. We gaan zo dadelijk de volgende ronde in met Axel Cartouche. Maar die staat nu onder druk van Desi Vakamstra. Axel Cartouche aan de binnenkant. Desi Vakamstra schuin daarnaast op de tweede plaats. Daarachter volgt aan de binnenkant Warrior Victory. En deze drie paarden hebben zich afgescheiden van de achtervolgers. Yokohama S die volgt als vierde. Maar aan de binnenzijde schuift nu Zazu Enzelens een plaatsje op. Die ligt nu in vierde stelling. De zesde plaats is dan voor Zioleta D. Zevende Toeperin. En op de achtste plaats rond de koelboxbocht. In laatste stelling alles bekijkend QB Baldwin. En de paarden zijn weer aan de overzijde van de baan. Het tempo is, zoals u zult begrijpen, niet hoog te noemen. Axel Cartouche heeft een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats Desi Vakamstra met Warrior Victory aan de binnenzijde. En aangeklampt is Zazu Enzelens. De rest komt iets wat dichterbij. Misschien onder impuls van die opkomende Zioleta D, waarbij Yokohama S meetrekt. En die maken het gat met de vier koplopers nu dicht. Daarachter volgt dan Toeperin en QB Baldwin. Min of meer een aaneengesloten veld nu als de paarden weer de manegebocht ingaan. Met nog altijd Axel Cartouche die een lengtevoorsprong heeft. Daar komt Zioleta D aan de buitenzijde. Krebas wil er serieus werk van maken en gaat de gooi doen naar de koppositie. Dat lukt vooralsnog. Als de paarden de bocht uitkomen, heeft Sioleta D een lengtevoorsprong genomen. Op Axel Cartouche en op de derde plaats ligt Warrior Victory. Die wordt geflankeerd door Desi Vakamstra. Dat zijn de frontrankers op dit ogenblik als de paarden weer voor de manege komen. En zodanig de laatste ronde zullen indraaien in deze steerskoers. Alle paarden zijn toch nog wat dichter bij elkaar gekomen. En zo mogen we zodanig nog een spannende eindsprint verwachten. Met vooralsnog Sioleta D die de zaken van kop af controleert. Sioleta D brengt ze de laatste ronde in met anderhalve lengte voorsprong op Axel Cartouche. Daarachter Desi Vakamstra. Ilko Korrel die komt nu ook met Toeperin een hoofdrol spelen. Die gaat nu naar het front en gaat zo mogelijk nog op jacht naar de leidende Zioleta D. Het is een leuke koers, dat mogen we zeggen. Ondanks dat het niet hard gaat en dat de afstand heel lang is, zien we dan toch die tactieken. En dat zien we zo graag in steerskoersen. De paarden zijn op weg aan de overzijde van de baan met aan de kop Zioleta D. Driekwart lengte voorsprong op Toeperin. De derde plaats is nu voor een thans opgekomen. QB Baldwin aan de binnenzijde. Is nog altijd aangeklampt. Axel Cartouche. De rest moeten zij er gaan bijzetten. Warrior Victory ziet een groot gat vallen. Daarachter nog Desi Vakamstra, Zazu Enzelens, Yokohama S. En zo is de laatste bocht in zicht. En die gaan we indraaien met Zioleta D als koploper. Zioleta D met een lengtevoorsprong. Toeperin op de tweede plaats. Daarachter dan QB Baldwin in het gezelschap van Axel Cartouche. En deze vier paarden nog altijd met voorsprong op Warrior Victory en de rest. Halverwege de laatste bocht zijn de paarden. En Zioleta D leidt nog altijd. Toeperin zet wat druk op de ketel. We gaan kijken wat hij straks nog in de melk te brokkelen heeft. QB Baldwin heeft zijn laatste woorden nog niet uitgesproken. En ook Axel Cartouche, die ligt aan de voordelige reling. Mogelijk nog met een iets wat aan reserves. De paarden in de laatste 200 meter nu. Zioleta D is de leider. Daar komt QB Baldwin. QB Baldwin valt aan op Zioleta D. Zioleta D aan de binnenzijde. QB Baldwin aan de buitenzijde. Zioleta D nog nipt voor QB Baldwin. Zo gaan ze de laatste meters in. Zioleta D voor QB Baldwin. Op de derde plaats Toeperin. Daarachter volgt dan Axel Cartouche. En op afstand hebben we nog strijd tussen Warrior Victory en Yokohama S. En daarachter nog Desi Vakamstra.
En daar zijn ze, dames en heren, nog een overwinning voor Bas Krebas. Hij loopt uit in de bolletjescompetitie. Violetta D, dames en heren, de winnares van Vrijaas uit Keystone Selection. In eigendom van Himia BV, trainer en rijder Bas Krebas. Een sierdeken is in deze koers beschikbaar gesteld door Wielsma Verlichting. Waarvoor bijzonder dank. En ook dank voor de bloemen die beschikbaar zijn gesteld door de Orchideeënwinkel en Brokhof de Luttelgeest. De foto wordt gemaakt. De bloemen worden weer uitgereikt door VVD Kamerlid Helma Lodders. Aan Bas Krebas, die met een bloemenzee terug naar band gaat vanavond. Uiteraard ook nog een potvoedingssupplement beschikbaar gesteld door Zoetis. Bas komt handen tekort. Ja, een hele mooie tijd nog in deze steerskoers. 1.23.7. Dames en heren, u mag applaudisseren voor een schitterende winnaar. Violetta D. Bas Krebas.